Hey, vet dat je weer kijkt. Goedemorgen vanaf de Veluwe zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben niet alleen op stap, maar samen met Marten. Marten die stond een keer heel enthousiast reclame te maken voor mijn vlogs. Dus ja, dan moet hij maar een keertje mee. Ja, ja zeker. En, we hebben vanochtend een paar edelherten gezien, een paar dammerten. Dus dat is mooi. En we zijn er eigenlijk pas, ik denk, 5 minuten of zo. Beloof wat te worden dit. Het belooft nog een mooie ochtend te worden. Zeker. We gaan lekker op stap. En, hopelijk heel veel dieren zien. Hij is gewond, denk ik. Hij loopt heel, heel vaak. Dat is wel heel gaaf. Geweldige spot. Geweldige spot, inderdaad. En echt opeens gewoon dat Marten zegt, yo, moet je kijken, hert, groot gelei. Dit is een damhert met zo'n enorm plaatgelei. Ontzettend vet. Je ziet gewoon hoe zwaar zo'n gewei op zijn kop zit en hoe die loopt. Het is ongelooflijk. Echt van die dikke platen. Dat is weer eens wat anders dan gewoon van die sprietjes op zijn kop, zeg maar. Nu eens even kijken of we wilde zwijnen kunnen vinden. Yes. En zo ook zwijnen. We zagen ze al lopen. We gaan even kijken of we iets dichterbij kunnen komen. Zodat we wat beter kunnen zien. Nou, en de eerste wilde zwijnen, ook mooi. Hoppa. Oh, flinke jongens ook zo, die waren echt gigantisch, hè? Echt gigantisch. Mooi om te zien. Dat is ook echt vet, want in de winter, dan krijgen ze natuurlijk die wintervacht, dan wordt het wel wat indrukwekkender allemaal, maar dan worden ze wel heel erg groot allemaal. Maar wel vet, we gaan nu even naar het Delenwoud, een doorsteekje maken. En daar even op zoek naar nog wat herten. Proberen de edelherten ook nog op te zetten. Zou wel cool zijn. Ja, dat moet eigenlijk. Moet wel, hè? Moet eigenlijk. Gaan we gewoon ons best voor doen. Ja, gaan we ons best doen. Zo, Delenwoud. Gaan we nou even een paar herten zoeken nog. Het zou wel vet zijn als we nog een paar edelherten vinden. Want dat zou mooi wezen. En natuurlijk nog wat damherten. En helemaal compleet zijn. Hele plaatje compleet maken. Ja. Komt er nog een edelhert? Edelhert, ja, yes. Mooi. Bij deze paar hinders die zo het pad overstaken. Nou, nog hopen dat er nog een paar geweidragers ergens lopen. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Dus dat maakt het helemaal af. Ja, dan heb je gewoon echt de complete bucketlist voor een ochtendje wild kijken gehad. Oké, we lopen hier dus net van Delenwoud binnen. En toen was het van, ja, het zou mooi zijn als we nog wat edelherten zouden zien. Mooi als we wat geweidragers. Groep van echt meer dan 10 van die geweidragers. Gewoon 15. Echt sick gewoon. Zo vet. Dat ik echt dat je er gewoon naar staat te kijken en dat je alleen maar denkt van,
Wow. So nice. Er zijn hier het een en ander aan sporen te zien. Het ziet er allemaal nog wel redelijk vers uit. Waarschijnlijk van die herten van net. Zijn dan zo de hei opgegaan. We zijn in ieder geval volop sporen te zien. Er lopen echt overal hier zo, overal kleine pootafdrukjes over het pad. Echt heel veel. Het is nu even rustig, maar we gaan nog even één plek nog even kijken. Dan hopelijk daar nog even een paar damherten spotten. Dat zou ook wel mooi wezen. En dan maken we gewoon lekker het rondje af. En wie weet wat we nog tegenkomen. Vogels. We proberen er even achter te komen wat er precies in zit. In ieder geval goudhaantjes gevonden, dus dat is wel weer cool. En dit keer langer dan 1 seconde in beeld gekregen, dus dat is ook weer mooi. De beesten zijn nog veel te snel. We horen nog een boom getikken. Ik zie ergens iets van een specht of een boom kleven, maar we kunnen het nog niet vinden wat. Ja, het is een beetje jammer, want het pad waar we nu lopen, staken net 5 damherten over. En het stomme is er komen mensen komen ons tegemoet gelopen. En ik heb precies zo'n situatie een paar weken terug gehad hier. Ook met mensen die ons tegemoet kwamen lopen, of die mij toen tegemoet kwamen lopen. En ook dat er toen een aantal damherten overstaken. En ik wou dat net gaan vertellen. En ja hoor, maar we hebben ze op beeld, dus dat scheelt. Zo, wij zijn bijna weer bij de auto, dus we gaan zo weer op de terugweg. Maar het was wel heel vet. Het was een ochtend om niet snel te vergeten. Echt zoveel gezien van. Echt mooi. Begonnen goed, met een paar damherten en edelherten bij het ecoduct. Maar vervolgens echt grote wilde zwijnen. Ja. De damherten met het gigantische gewei. Edelherten met gewei. Overstekende edelhertenpad. Absolute bonus. Dat was echt heel vet. Zeker. Ik hoop dat jij het ook vet vond. Ja, ik vond het echt fantastisch. Tof. 3 topsoorten gezien. En gewoon. De volgende keer gaan we voor de vos en de. En de das. En de das. Precies. En misschien als die nog een keer hier rondloopt, de wolf. Ja. Ik hoop dat je het ook vet vond om te kijken. Ik hoop ook dat je de volgende keer weer kijkt. En tot de volgende keer. Ciao. Joe.